De eerste schooldagen na quarantaine. Waarom kan niks goed gaan? Oh, dat is niet normaal. Het is zover. Ik heb niks aan school gedaan. En het begint morgen. Goed gedaan, Monica. Maar ik moet er nu wat aan doen. Dus ik ga nu gelijk een to-do-lijst maken. Dan ga ik alle teksten lezen. Ik ga niet eens samenvatten of zo, want dat red ik niet. Het gaat er nu om dat ik in de les kan zitten en dat ik mee kan doen. Ja. Hoe laat heb jij morgen school? Ik weet het niet, maar zeg maar daar. Heel vroeg. 1:15, iets met 9:50. Tot? 1:00. En 12:00. Ja? Ja? Ja, ik wil die van mij ook meenemen. Doei! En het lijkt me ook wel een goed idee om mijn telefoon hier niet bij te houden, dus daarom ligt hij op mijn bed. Ja. Trouwens, dit is mijn lievelingspen en ik moet echt wat gaan doen. Als ik eenmaal bezig ben met school, dan vind ik het ook gewoon echt oprecht leuk. Alleen het beginnen is bij mij wel een dingetje. Dat gaat niet zo heel makkelijk. Oké. Nou, het lijstje is af. Je zou misschien denken, dit is echt een super kort lijstje. Maar één ding is een heel hoofdstuk lezen, dus... Wish me luck. Oké, dankjewel. Ja. Ik heb mijn telefoon er toch maar even bij gepakt. Want ik ga de vakken die ik morgen heb echt als les waarbij de docent erin gaan voor me staat. Ga ik die highlighten. En niet dat ik dan nu een les ga doen die ik pas volgende week heb. Ik bedoel, dan heb ik nog iets langere tijd. Dan hoef ik niet 16 hoofdstukken in één dag te lezen. Maatschappijleer. Oh, dat is veel. Nederlands. Oh, dat heb ik al gedaan. Economie. Ik wil niet meer. Geschiedenis. Oké, geschiedenis is leuk. QA. Oh, daar heb ik ook eens voor. Oké. Ik moet nu ongeveer de helft doen. Het is wel veel. Het is veel. Het is niet oké. Oké. Ik ga eerst eten en daarna ga ik beginnen. Oh nee, wacht. Ik wil ook nog Duits doen. Shit. Duits. Nu. Want dat moet ik zo inleveren. Ik heb geen idee of er docenten zijn die nu mijn video kijken, maar... Ik ben weer helemaal bij, dus er is niks aan de hand. Ik vergat bijna om mijn tas in te pakken. Dat ga ik nu gelijk even doen, zodat ik het morgenochtend niet meer hoef te doen. En als ik dan nu nog een vak nodig heb, dan haal ik het er gewoon even snel uit. En dan stop ik het er daar weer in de goede volgorde erin. Hieronder zit een blok. En daar ga ik jullie nu mee naartoe nemen, want daar zitten mijn schoolspullen in. Welkom in het donkere hol. Ik heb trouwens alleen in de ochtend les op maandag en donderdag. Morgen donderdag is de eerste dag dat we les hebben. Ik begin morgen met mentoruur. Nou, daar heb ik toevallig geen boek voor nodig. Ik pak toch even mijn tas. Nou, dit is mijn tas. Super interessant weer. Mijn map. Nou, hier hebben we het. Maatschappijleer. Echt een van de eerste dagen had ik er al water overheen laten vallen. En gelukkig mocht het houden, anders had ik een probleem. Maar ik heb dan dus pauze en ik denk dat ik dan gewoon op mijn plek moet blijven zitten. Maar we gaan het morgen zien, want ik neem mijn telefoon mee. Dus dan kan ik misschien wel dingetjes filmen, heel voorzichtig, want ik weet niet of het mag. Yes. En dan economie. Yay. Geschiedenis. Zo. Trouwens, wat ik altijd doe is mijn boeken zo in elkaar vouwen, want dan ben ik... Altijd op de goede pagina als mijn boeken gelijk boven staan. Ja, QA. Verrassend zwaar voor maar één ochtend. En hier heb ik een rekenmachine die ik meeneem. Puntenslijper, dat soort dingen. Maar één fineliner. Sommigen hebben er echt 20 mee. En ik ben zo van, ja, ik kan het hier ook mee. Dat neem ik mee. Huh, ik ben helemaal vergeten. Huh, hoe deelde ik mijn tas in? Oh ja, zo. En dan hier drinken, eten en hierin heb ik normaal mijn telefoon. Toch? Ja, en mijn sleutels. Wow, het is zo nog geleden. Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Oké, top. Yay. We zijn nog niet ready voor de day, want ik moet nog mijn kleding uitzoeken. Dat doe ik elke avond van tevoren. Gewoon ook een quarantaine. Dus het wordt echt maar iets van 15 graden of zo. Of is het stom? Ja, dat is stom. Plannen zijn veranderd. Ik heb al zo lang geen mommy jeans. Mommy jeans. Hoe noem je dit? Broek. meer aangehad.
Dit soort broeken draag ik eigenlijk nooit thuis, omdat ik dat niet zo comfortabel vind. Maar we gaan naar school, dus hé, hey, waarom niet? Oké, dus deze broek met dit shirt en een vest dat nu in de was zit. Waarom kan niks goed gaan? Hoogstwaarschijnlijk ga ik nu echt tot 12 uur 's nachts werken aan school. Gewoon alles lezen en zo. Als ik in bed lig, ga ik een planning maken. Dat doe ik eigenlijk elke avond. Want dan raak ik hopelijk de volgende ochtend niet in de stress van... Oh nee, hoe moet je ook weer naar school? En het is nu al donker aan het worden, dus ik weet niet of ik dat ga filmen. Want dat ziet er waarschijnlijk gewoon heel slecht uit. Tot morgen! Donderdag, de eerste dag dat ik eindelijk weer naar school toe mag. Yay! De vierde klas heeft les in de twee gymlokalen. En ik begon boven. Ik wist dat ik op tijd zou zijn, maar ik was zelfs de eerste. Dus toen durfde ik dit stukje te filmen. Ik ben best wel een brave leerling en zit ook niet op mijn telefoon tijdens de les. Maar ik wil toch een klein stukje filmen, maar ik was te bang om mijn telefoon echt vast te houden. Dus zie dit. En toen hadden we pauze. Hierna heb ik afgesproken met mijn vriendinnen en ik ging ook Ik ga hier met mijn zusje de stad in, maar volgens mij was dat een andere dag. Nou, in ieder geval heel erg awkward in de spiegel. Maar goed, ik kwam met een mega leuke jasje dus tegen en ik heb hem maar gewoon gelijk meegenomen, want ja, hij was ook in de aanbieding en ik dacht van... Mijn nicht is geslaagd, dus we gingen eventjes naar haar toe om dat te vieren. En toen kwamen we alweer aan bij de volgende dag. Zoals je misschien wel merkt, ben ik een beetje schuw als ik aan het filmen ben in publiek, als andere mensen erbij zijn. Dat had ik eerst ook toen ik thuis filmde. Maar door het veel vaker te doen, ben ik echt gewoon chiller in geworden. Ik bedoel, ik praat nu gewoon terwijl mijn zusje daar zit en het kan gewoon allemaal. En aangezien ik in deze video voor het eerst soort van in publiek aan het vloggen ben, vloggen, dat is echt een... Maar goed, sinds ik dat voor het eerst aan het doen ben, is het nog een beetje awkward. Heel erg awkward. Ik ga dit gewoon echt veel vaker doen. En dan zul je langzamerhand zien dat deze vlogs geweldig worden. Oh god. Nee, wacht. Dat is... Waar ik het zo meteen bijna over ging hebben, kom je te weten in de video van volgende week zondag om 9 uur. En nu verder kijken. Ik heb mijn schilderij afgemaakt en met echt prachtige tekstjes. En ik heb een kaartje gemaakt voor mijn nicht, want ze is aangenomen bij de kunstacademie. Nou, en eigenlijk was het niet de bedoeling, maar toen ging ik ook bij de logeren. Vandaag is het dinsdag 9 juni en dat betekent dat mijn nicht jarig is. Dus vandaag ga ik naar de verjaardag toe. Oh, en mijn neef is trouwens ook jarig. Niet vergeten, zijn tweeling. Ik heb net ontbijt klaargemaakt en daarna ga ik economie filmen, want ik had de video per ongeluk verwijderd. Dus ik ga het opnieuw doen. Nu. Ik heb net mijn economievideo naar de docent gestuurd en het is echt super awkward, maar... Deze trui die ik nu aan heb ik echt al sinds de brugklas niet meer aan. En ik zag hem in mijn kast hangen, het ligt echt al super lang, maar ik dacht ineens, hey, doe hem aan. En, oh ja, trouwens hier super weird, zo een kast in mijn kamer. Maar dat komt omdat we aan het verbouwen zijn. Wacht, ik laat het even zien. Oké, nou. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet noemen, maar dat dus. Ik ben nu voor mijn gevoel echt 20 video's tegelijkertijd aan het opnemen. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, maar ja, het moet even geordend worden. Dus dat ga ik nu doen. Haha, denk je nou dat ik ga doen wat ik zeg? Echt niet. Grapjas. Wat vinden jullie? Kan pizza... pizza op een ananas? Wat vinden jullie? Kan ananas van pizza wel of niet? Ik bedoel, ik vind het heerlijk. Lekker zoetig met het... De volgende lesdag waren er in het begin niet genoeg tafels, dus ik zat toen even gezellig bij Stef, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. We moeten 10 minuten wachten. Huh? Hoezo moeten we 10 minuten wachten? Het is 24. Is goed, jongen. Ja, als mag ik dan... Oké. Nee!
tof dat je zo ver gekomen bent met het kijken van deze video. Ik weet nog niet wat ik er zelf van vind, maar ik weet zeker, ik weet 1180 miljard, 7 biljoen, triljard keer zeker dat alle video's beter worden. Dit is een soort van een testje, I don't know. Ja, ik ben dus nu aan het editen en het, I don't know. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En... oh ja, laat even weten of je ananas of pizza wel of niet vindt kunnen. Ik weet niet waarom, maar ik ben gewoon geïnteresseerd of zo. Doei, tot volgende week. Oh, dat is niet normaal.